Ga maar opdrinken. Ja. Doe maar. Een dikke 4 jaar was ze de oudste vrouw van Nederland en een kleine 2 jaar was ze bekend als de oudste inwoner van ons land. Haar verjaardagen werden druk bezocht. Commissaris der Koning Jacques Tichelaar kon zelf ervaren hoe perzikzacht haar huidje was. Dus ik zal het proberen. Gefeliciteerd, hè. Haar geheim? Allemaal een ei. Burgemeester Riekes Jager droeg tijdens haar verjaardag zijn ambtsketting aan haar over. Maar tijdens haar laatste verjaardag wilde ze die liever niet weer teruggeven. De laatste jaren bracht zij met name Havelte en het verzorgingshuis waar ze verbleef toch wel op een positieve onder de aandacht. Vorig jaar kreeg ze zelfs haar eigen fietstocht van 35 kilometer die begint in haar geboorteplaats. We zijn hier in het Westeinde van Uffelde en hier achter mij, daar is mijn moeder geboren in 1902. In maart heeft ze nog haar stem uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want stemmen vond ze belangrijk. Ja, dat zou ik wel. Ja. En in juni werd bekend dat ze nog zou moeten verhuizen uit haar woning in verzorgingstehuis De Molenhof in Havelte. Maar omdat die pas volgend jaar plaats zou vinden, is die haar bespaard gebleven. Nou zit er toch wel genoeg suiker in? Egbertje Leutscher de Vries heeft haar hersenen beschikbaar gesteld aan de wetenschap en wordt dinsdag in Meppel gecremeerd.